Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik sta vandaag hier met een ander paard dan normaal. Dit is Jimmy. Jimmy gaat vandaag mee op reis. Daar komt een video over. Want we gaan, we gaan iets doen. Maar dat zien jullie later. Wij gaan samen op pad. Ja, hè? Dus tot dan. Zondag. En ben je samen met Blondie? Blondie is nat, want ik heb haar net gewassen. Het was heel erg druk daar en ik wil natuurlijk niet mensen storen. Dus ik heb haar niet gefilmd. Sorry daarvoor. Blondie die is nu nat en die staat nu even lekker op te drogen. Ik heb hier een klein halstertje voor Chino. Tadaa. Nee, Blondie gaat het even niet laten vallen. Voor Chino. En die ga ik nu dadelijk samen met Marvin. Maar nu ga ik hem even pakken en even kijken hoe eng hij alles vindt. Of hoe spannend en hoe leuk hij alles vindt. En dan ga ik zo met Chino aan de slag. Chino heeft zijn halstertje om. Hij kan best groot hoofd. Dus hij zit op de... Hij heeft de Bonningerik Tex halstertje om. En hij zit al gewoon op het laatste dingetje. Dus Chino is een grote jongen. Oeh, dat kan je zo zien. Hij staat. Zo, brave jongen. Hij vindt het wel een beetje spannend, hè? Ja. Even een heksenvlek gemaakt, zodat ik ze even goed kan poetsen. Ik heb net een paar foto's gemaakt met Chino. Nu Aso in paddock en ja. Aso staat er nu in. Dan ga ik nu Kier halen. En dan staan die samen. Dan ga ik Blondie, Corona en Cas in de stapmolen zetten. Boris staat er. Kier staat er. Ah, gezellig. En Aso staat daar. Hun zijn nu al matties geworden. Nu ga ik even Blondie en Vroon en Cas in de stapmolen zetten. En dan moet waarschijnlijk Kier weer uit, Mandona erin. Aso eruit, daar misschien iemand anders in. Dan moet Boris er weer uit. En dan Mandona. En dan kan ik Blondie weer verder dingen mee gaan doen. Ik heb even voor Boris Blondie haar therapiehalster gepakt. Dan heb ik zo het hartje steken. En dan ja. Iedereen staat weer op stal. Ik deed dat Blondie haar bandjes gaan scheren. Oh, nee, ik hou hem op. En Verona, die ga ik lanceren. Mijn moeder zei, ik heb echt te druk met werk, dus dan ja. Ga ik haar even lanceren. Ik heb haar opgeschreven. Ik moet nog even nakijken hoe laat. Volgens mij stond er 16 nog wat en het is nu 2:30, dus anderhalf uur zou vast wel genoeg zijn. Dus ik ga de tondeuse pakken en even kijken hoe laat ik Verona moet doen. Dus tot zo. Spulletjes gepakt. Blondie staat er klaar voor. Ik ga eerst de mesjes vervangen. Ik heb deze eraf gehaald. Ik heb hier een nieuwe. Ik wil niet dat ik strepen krijg. Kan ik gaan scheren. Oh mijn hemel. Ik kom mijn bakken uitvallen. Tadaa. Ik heb ook de bovenbenen gedaan, want dat mocht ik ook doen. Dus nu ben ik blij. Tadaa. Blondie wil ook even wat zeggen. Ik ga nu haar hoofd scheren, of proberen te scheren. Ik heb op de voorkant van haar hoofd een hartje getekend. Niet het mooiste hartje dat je ooit hebt gezien, maar het is een hartje. En ik begin met de zijkant.
Daar ben ik al een klein stukje begonnen. Oeps. En dan ga ik proberen om hier het hartje te doen. Om gewoon alvast te oefenen voor morgen. Ik denk, ik weet niet of het gaat lukken. Ik ga het gewoon proberen. En dan zie ik het wel. Blondie, wat heb jij nou op je hoofd? Heb je nou een hartje op je hoofd? Oh, hij is wel echt heel mooi. Tada! Het is inmiddels avond. Dat komt omdat ik niet had verwacht dat mijn toetsen zoveel waren. Ik had verwacht dat ik voor ieder vak één toets had, maar dat was niet zo. Ik moest eigenlijk ook om 9 uur beginnen, maar om 9 uur was ik aan het schieren. De school is dit ziet, het spijt me. Ik heb geprobeerd om alles af te krijgen, het is bijna allemaal af. Maar we moesten echt nog even de paarden doen, dus dat gaan we nu doen. En dan morgen vroeg, zo en dan vandaag vroeg naar bed en kijken of ik morgen misschien nog iets kan doen. Ik ben de avondhapjes aan het geven, dat alle paarden een supplement krijgen. Zo, eenmaal een naakje, Connie. Hallo, Connie. Lekker met die ogen zo. Lekker roodje. Lekker hoor. Wij zijn inmiddels klaar. Ik zie er een beetje verwilderd uit. We hebben eigenlijk we hebben de paardjes in de stapmolen gedaan. De paardjes van Daan en Steve, die waren al gedaan door alle mensen, super lief. En ons paard heeft in de stapmolen gestaan en Boris heeft in paddock gestaan. Nu gaan we naar huis toe en lekker slapen. Kijk, dames en heren, het is vandaag dinsdag. En Steve heeft ons bij elkaar geroepen om het leven van een influencer te bespreken, toch, Stijf? Oh, ik heb mijn wacht even hoor. Ik heb mijn oortjes natuurlijk in, dus ze horen mij helemaal niet. Ze horen jou niet. Even kijken hoor. Ik ga eerst even mijn oortjes uitdoen, zo. Dan in de video. Zo, dan zet ik dit even harder, zo. Oké, nog een keer. Steve heeft ons bij elkaar geroepen om het leven van een influencer te bespreken. Toch, Steve? Ja, maar dat was het. Ze moest nog even wat dingen die ze moest doen, moest bespreken. Normaal zitten wij op maandagochtend altijd samen. En Daan, die kom ik meestal wel een paar keer tegen. Maar nu natuurlijk helemaal niet. We hebben wel een coronagesprek gehad. Toen stond Daan op 4 meter afstand en wij zaten in de auto. Dat was ook wel heel bijzonder. Ja. Maar goed, nu doen we het dus zo. Daan, hoe gaat het met je? Nou, ik voel me vandaag eigenlijk wel weer een stuk beter. Ik heb weer trek in dingen. Oh, dat is niet goed. je vertelde net dat je 4 kilo was afgevallen. Ja, dus ik denk ook dat die van de week weer eraan zitten. Inmiddels krijgen jullie hier een tutorial, een make-up tutorial. Dat moet je jezelf niet opmaken. En Daan, die staat inmiddels in haar keuken, weet ik veel, eten te bakken. Bananenpannenkoeken ben ik aan het maken. Met of zonder oorbalans? Zonder. Kan ik voor deze lippenstift gaan? Oh jee. Of... misschien kan ik een beetje slangengift erin spuiten in de pannenkoek. Ja, een beetje pyroge. Ja, ik weet niet hoe dat gaat met warmte. Nee, ik weet het ook niet. Drink het maar gewoon op. Ja, ik heb mijn glaasje water. Waar is die? Waar is mijn glaasje water? Heel goed. En bij Steve mogen jullie dus kiezen welke kleur lippenstift jullie het interessant vinden. Oh shit, mijn batterij is weer bijna leeg. Oh, ja, God. Dat is weer handig. Nou, dit wilde ik dus even aan jullie laten zien. We gaan nu gewoon weer verder met overleggen over influencers. Inmiddels is het middag. Dat was erg leuk met Steve en Daan en productief. Weer allemaal leuke dingen verzonnen. Tessa is thuis en inmiddels zitten we in de auto. Ja, ik ben even naar de winkels toe geweest en daar heb ik wat Halloween spullen gekocht. Want Halloween begint er natuurlijk aan te komen. Ik ga even laten zien, ik ga een shoplog doen. Hier de shoplog van Tessa, leuke intro. Ik heb hier een bloederig tafelkleed. Want we gaan een fotosessie doen met de paardjes. We beginnen met Boris, maar daarvoor heb ik een bloederig tafelkleed. Dat kan ik misschien over hem heen leggen of om mezelf heen doen. Dan heb ik een bloederige ketting zo. Dan heb ik hier een hoedje. Dat kan je opspelden.
ga ik even laten zien. Oef, als het me lukt. Best lastig met één hand. Ja, het gaat me wel lukken. Ja. Kijk, zo. En dan kan je het dan zo opklippen. Klippen zo. Nou, wat leuk zeg. Dan gaan we verder naar de volgende. Dan hebben we hier een haarband. Oh, is het hier hairband? Hairband. Hairband. Dus we gaan gelijk over naar Engels. Dan moet ik deze ook even... Ja, weet je, ik doe het nu gewoon even met het kaartje eraan. Dat komt vast wel goed. Hoop. Wat je allemaal niet moet kunnen met één hand. Tadaa. Heel leuk zo opdoen. Dan hebben we nog stickers. Die kan ik misschien ergens opplakken. Geen idee. Dan hebben we spiders. Die kunnen we misschien in het haar doen of zo. Dat was het. Oh nee. En op de achterbank hebben we ook nog een heksenbezem. Oh nee, wacht. We hebben nog een heksenbezem. Nog een... versiersokjes. Oh, versiersokjes. En we hebben ook nog een zwart mondmasker om het in corona-stijl te houden. Nou ja, Halloween corona-stijl. Oh, kijk. Dan doe je zo... Als de camera wil meewerken, zo. Kijk. Doe je zo. Sick. Will it. Cool. Drop. Het is inmiddels donker. Ik zit op Blondie. Blondie is natuurlijk net geschoren. En daarom ben ik heel erg druk met haar bezig met foto's draaien, galoppie aankamperen. Heel veel overgangen rijden omdat ze het dan warm blijft houden. En ik vind zelf dat ik het ook buiten moet kunnen, omdat als ik een keer op concours voor springen ben of een dressuurwedstrijd te doen, dat ik dit ook gewoon in dit weer kan. Nou, gaan we gauw, anders krijgen jullie het koud. Nou, ik ga vrouwtje zadelen en dan ga ik ook in deze regen rijden, want volgens mij is de binnenbak bezet. Zo, het zijn wel hele enge ogen, maar inmiddels is Tess klaar. Oh, even zo. Ja, komt er maar. Net samen Blondie gereden. Ging echt hartstikke goed. Ik ben super trots op haar. Ik wil nog even aanvullen op mijn verhaal dat ik net had over dat het heel goed voor Blondie is. Maar het is ook heel goed voor mij om in de regen te rijden en dan allemaal afleiding omheen. Want ik kan me nogal slecht focussen. Dus dat is ook gelijk een focusoefening. Dus ik heb er allemaal over nagedacht. Het begon inmiddels te regenen. Dus Blondie is een beetje nat. En het zadel is ook nat, dus die laat ik even opdrogen en ga ik hem dan even invetten. En terwijl mijn zadel opdroogt, ga ik Boris, Rijen en Chino, daar ga ik ook iets mee doen. Zo, inmiddels zit ik op mijn paard. Het giet buiten en die heeft Boris. Volgende politie te pakken Boris. Die is keurig aan het lopen. Dus nou, in de regen gaan we rijden. Inmiddels klaar met Boris en ik met Verona. Het is al eerder de bak uit hoor. Inmiddels zijn we al lekker nat. Eigenlijk hebben we dus een bak is goed te doen. Maar we hebben een pompsysteem van de drainage netjes aangezet. Dus ja, we hebben wel wat plassen, maar eigenlijk kan ik best wel een groot gedeelte gewoon netjes rijden. Verona deed goed. Ze vond wel dat ze moest schrikken ergens van. Ach, kunnen we best hebben. Verona schrikt niet zo heel erg meestal, dus dat was niet uit. Nou, we gaan nog even lekker uitstappen. Ik ben benieuwd of we daar droger van worden. Alles is natuurlijk gewoon zeiknat. Maar ach, het is echt lekker een deken op. Ik ben klaar met alle twee de potjes. Ik ga nu even alles opruimen en even laten drogen omdat het heel erg aan het regende. Ik heb inmiddels ook maar mijn warme pakje aan gedaan. Want ik had ook best wel erg koud. Ik had ook best nat geregend. Dus nu ga ik mijn spullen opruimen en dan ga ik verder met Gina. Ik ben hier samen met Gino. Ik ga Gino poetsen en daarna ga ik even in het paddock samen met een beetje stappen en stilstaan en allemaal oefeningen te doen. Als het regent. Het is wel netjes. Ik kan zeggen wat je wil, maar het is allemaal keurig opgevouwen. Ik heb ook nog, bij mij is het niet zo netjes. Hier is de cap nog aan drogen.
wel een handdoek overheen gehaald, anders wordt hij nooit droog. Kijk, we oefenen met prut uit yoga halen. Dat vindt hij nog een beetje gek. Nou, het is dus even met de baby aan het oefenen. Lekker droog in de binnenpaddock. En wat ben je aan het doen? Heerlijk, stilstaan. Oh. Hij mag niet verder doorlopen dan de andere, dan Blondie en Corona, omdat hij natuurlijk nog jong is. Maar? Wat? Hij moet stoppen als jij stopt, bedoel je? Ja. Oké. Nou, ben en dan mag hij iets verder doorlopen, maar niet heel veel. Oh, je bent nog een beetje lief voor hem. Ja. Oké. Nou, en hij blijft nog heel erg in de buurt. Net ging hij ook even rollen en toen bleef hij ook wel even zitten. Ach, gossie. Ik denk dat je hem wel terug moet zetten nu. Hij bedoelt het goed. Oh, dat doe je wel. Oké. Wij zitten inmiddels alweer in de auto en het is nog donkerder geworden. Wij gaan naar huis toe, we zijn thuis. En dan ga ik slapen, want ik ben best wel moe. En 3 paarden is toch best wel erg veel. Dus ik ga wel leuk of niet? Ja, heel erg. Alle 2 de ponies lekker gereden met Chino. Ook heel erg gestapt en gepoetst. Dat vond ik ook hartstikke leuk. Dus ja. Gaan we nu maar naar bed toe. Hallo, het is vandaag woensdag. Ik heb vandaag een drukke schooldag gehad. Daarna heb ik even snel gegeten en zijn we naar stand toe gegaan. Ik heb Blondie opgezadeld. We hebben een fotoshoot gehad met deze mooie Halloween trui. Daar kan je meer over zien op onze Instagram. Ik ga nu samen met Blondie in de les. Ik heb nog op. Mijn cap op, die ligt nog daar. En dan, Tess in de les. Ik weet niet wie de les gaat geven, maar... Sammy, helemaal leuk. Nou, hobbelen maar. Ik ga de les niet filmen. Dat gaat niet. Het is te veel, ook andere mensen. Kindertjes zijn klaar met de les. Sommigen ontsnappen. Hebben jullie al gezien dat zowel Blondie als Caruso nu dezelfde kleur hebben? Wordt hij nog geschoren? Nee. Dus dat betekent dat ze nu helemaal matchy-matchy zijn. Het is inmiddels echt heel erg donker. En ik heb Chino gedaan, ik heb Boris gedaan, ik heb Blondie gedaan. De hapjes zijn gegeven. Dus nu is het tijd om te gaan slapen. En morgen weer fris en fruitig naar school toe te gaan. Dan leert zij ook, hè, dat ze bij elke sprong denkt, oh jee. Ja. Maar op het moment dat jij dus denkt, oh jee, moet je eigenlijk denken, huppakee. Ja. Alles wat mijn hoofd niet durft, moeten mijn benen zorgen dat het lukt. Daan, hoe is het met je? Het gaat oké. Okay. Ik heb daarnet iemand gezien op tv, die had een boek geschreven over hoe blij zijn leven was. Die zei, je moet vanaf nu af aan standaard zeggen, mijn leven gaat uitstekend. Dus niet uitstekend, maar uitstekend. Dat moet ik zeggen, op dit moment voel ik mezelf nog niet uitstekend, maar ik ben wel weer die kant op, zeg maar. Oh ja. Dat is zeg maar ook waarom je je balans een beetje kwijtraakt, omdat je niet gefocust bent op één punt. En als jouw benen een beetje hier zitten, dan heb je ook niet zoveel balans. Dus zorg dat je hakken naar beneden zijn, dat je druk op je voeten hebt. Dus je kijkt waar je toe rijdt en dat je daar toe rijdt met je benen. Ja, heel mooi. En we doen er natuurlijk een beetje gymnastiseren, omdat we willen dat ze die grote stappen maken. Ja. En de vorige keer maken ze natuurlijk helemaal dat je er een beetje een grote van. En nu is het echt dan weer veel beter. Ik vind wel dat we echt moeten kijken dat je dat zelf ook misschien een keertje neerlegt. Dat
dat je dit zeker één keer in de week even doet. Ja. Zo, nu mag je hem wel even gewoon... Ja, goed zo. En belonen dan, hè? En dan de volgende rij je nu wel toe alsof het een hele nieuwe is, hè? Ja. En probeer... Oh, rustig aan. Weet, dit ligt hem ook aan of je de schouders mee de bocht omstuurt, hè? Wat er nu gebeurt, Tess? Zij springt nu een beetje als een kikker, hè? Ja. Maar jouw kont komt zo'n end het zadel uit. Ja. Dus probeer te... Kijk, het is, dit is mega laag. Ja. Dit is niks. Op dit zou je alleen maar een beetje dit hoeven doen. Nee, rustiger, rustiger. Probeer niet mee te zitten alsof de E40 staat. Ja. Dat kan altijd nog. Nog een keer. Dus echt heel ontspannen zitten. Niet in je knieën knijpen. Los zitten. Los zitten. Heel erg mooi. Even lekker stappen. Heel goed, Tess. Probeer ook, hè. Dus hetzelfde als wat wij in het begin zeggen. Als jij het spannend vindt, vindt zij het ook spannend. Is hetzelfde dat als zij een beetje hard wil. Jij denkt, ho, ho, ho. Dan denkt zij, wat? Probeer dan juist te denken, hè, los. Zij moet dat ook doen. Oh nee, het is vandaag... Het is vrijdag. Vrijdag. En het spijt me ons dat we niet zoveel hebben gefilmd. Maar dat komt omdat ik vandaag voor het allereerst Anglia heb gehad. Ik had daar een beetje moeite mee omdat een goede vriendin van mij er niet bij was. Of überhaupt iemand waar ik goed mee kon omgaan. Dus dat vond ik niet heel leuk. En vervolgens had ik verteld over mijn dag. En ook dat we bij Lef, ja, en Lef komt weer terug... Dat meneer Aliaanse het had over pannenkoeken. Dus toen heb ik pannenkoekenmeel gehaald en heb ik pannenkoeken gemaakt. Waardoor het erg laat werd. Het ging pas om 7 uur weg en het is nu inmiddels 9:15. Dus het spijt ons dat we niet heel veel hebben gefilmd. Maar toch hebben we een klein stukje uit de stad nodig. Hartjes in de molen. Hallo meisje. Hallo hongermeisje. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje in Zuid-Duitsland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei!